Het alleen niet. Kun je even vastdravelen tussen bed en bedrol? Ja, je kunt alleen als je in het midden bezig bent, kun je eventueel als je een bedrol hier hebt liggen, vlug hierin rennen, even aanklikken. Dat als je sterft, dat je hier spawnt. Dat weet ze. Ik ga gewoon proberen. Daaruit. Jackwolf. Kom maar. Mag de sterkste winnen. Kan jij winnen? Ik bleed. Ik heb hem toch halverwege met mijn vuisten. Volgens mij kun je daar met die pijltjes zelfs een andere hoek van de map kiezen. Hier zaten. Zo, ik had geen zin om durability kwijt te raken. Niet dat het heel veel uitmaakt, want ik moet dadelijk toch mijn dingen gaan upgraden. Even kijken, elephant hide. Dat hadden wij nodig. Infected. A V. Hardened leather. Wat nog? Of niet? Inderdaad, een beetje nog. En kijken hoe we dat ook alweer maakten. Goed bijmaken. Pines moeten we ook nog wat bij fixen. Okay. Houdend ladder, wat was dat ook? Ladder, dik ladder, alchemical base en oil. Fuck. Stack.
meteen ook wat tusks. Dat ook daar hier op ingooien. Ver bedoel ik. Zo, so, chemical base en olie. Chemical dat is best duur, geloof ik. Waar is die dust? Oh wacht, die hebben we nog wel een aantal. Hoe kregen we ook alweer olie? Armory bench is niet hier. Tik. Best wel. Is in de pershol. Ah, dat is niet zo'n probleem dus. Olie hebben we dan in overvloed als het moet. Dat is een beetje gaan doen. Met een van die vissen kreeg je ook. Weet ik niet of dat ook voor dit geldt. Pers. Nou, voor een van die vissen kreeg je ook. Andere olie shizzle. Die hebben we ook geregeld nodig. Dan bakken, geloof ik. Was het. Een appetizing fish. Oké. Okay. Moeten we de een appetizing fish moeten we koken. En de rest kunnen we de pers induwen. Lang mee te hebben. En anders kunnen we die een appetizing fish natuurlijk eten. Kleine blauwe. Hop. Gas erop. Oh. Oh. Oplast. Uitpakken. Zo, kunnen die ook even vooruit. In de pers, in de pers, pers, pers. Ja,
Not enough space. Dan wachten we nog even. Zo. Oh ja. Wine moesten we hebben. Dit B. Even kijken. Oh, nu moeten we natuurlijk ook twee keer. Even dubbel. Daarbij. Ja, dat komt ook. Wat ik aan het koken ben, die appetizing, die. Die geven die Ichjor. Die we ook nodig hebben. Dan beter dat koken. En dan maar wat minder olie van de rest krijgen. Maar als we dan het gewoon een beetje bijhouden. Ja, dan laat twee. Een boots. Twee. Of. En dan hebben we niet meer genoeg harden. Let daarvoor. Ja, dat wordt nog wat kamer goed. Maar zeg volgens mij hebben we dat nog een beetje leeg. Zo. Het gaat niet genoeg zijn. Mag. Allemaal op. Niet kracht. Moet ik nog 20 van een ladder hebben. Och. Maar dan hebben we ook wel allemaal waar we u tegen krijgen. Prachtig op SP's. Ik heb nu 112. Dat is eigenlijk weer interessant om misschien zelfs medium te pakken. Maar ik heb die er gewoon alleen even ingegooid, Alt. Die seeds, die moet je er eigenlijk even uitpakken en terug ingooien als je die voor je journey nodig hebt. Of andere seeds in een andere bak gooien. Dat was puur voor de journey en ik gooi ze erin zonder bone meal en het was al de update. Ik denk oké, laat maar lekker zitten. Klaar.
uur krijgen we best wel wat. Kijk, een fish. Nog eens in de pers die. Ik hoop dat die wat ik. Even die paars. Ik heb altijd nog coins van chemical. Oké, dus we moeten zorgen dat we daar flink wat van op voorraad gaan krijgen van de chemical base. Niet. We zijn ondertussen gewoon zo. Lop. Ja, ta-ta-ta-da. Nou, even kijken. Punten voor die. Ik zal zo, hallo. Alle games ineens geüpdate worden. Workshop. Kijken hoe dat zit met knocks en settings.
Even kijken. Dan. K is gewoon suicide. Huh. Eenzaam. Ik denk dat hij op E, want mount is ook E. Een key dat ik een muiscursor los krijg. Aha. Zo kan ik in ieder geval bij die. Kom ik daar boven bij? Wat allemaal. Erm. Niet of dit genoeg is. Welkom terug. En om dat bij te houden. Doen. Nou,
zijn 4. En dan moeten we die nog maken. Zo. Ik heb vandaag trouwens bijna 3 kilometer gelopen. Lekker. Lekker. Ons hardens. 5 enforcement. Zo. Save. Zo. Snake. Mijn epic. Gooi kraften. Welke set gebruikte jij, Alt? Oh nee, die had ik niet. Nevermind. Kan ik toch niet maken voor je. En sowieso kun je dan toch niet dragen. Ja, dat dacht ik aan toen ik het vroeg. Ik denk, oh wacht, het heeft geen zin, want je moet level 60 zijn om te kunnen craften. Dus waarschijnlijk ook level 60 moeten zijn om het te kunnen dragen. Ga ik even vanuit. Zo. 855 armor. Oh, ik heb nog een hoop visjes. Ah, mooi. Mooi. Oh, mooi. Is ook uitgekookt. Ja, je hebt uitgekookt. Kunnen we die terugleggen. Dat weg. We hebben nog een beetje ruimte in die vries. Ja, zo, hop, daarbij. Ik ben alleen even aan het denken, omdat dit het hoogste armor is natuurlijk. Of het wijs is om in plaats van weight reduction. Er zit 34%, dus op zich valt dat ook wel mee. Daar reinforcement in te zetten. Zo lukken. Dat beter kan doen eigenlijk. Ladder, dit is dik ladder. Ik ga nog even zeggen.
Ja, die had gekraft. Maakt toch niet uit. Denk dat ik maar simpel light of medium armor craft voor als ik inderdaad ga gatheren. Dan nou meer durability hebben dan 720 en 80. Oké. Okay. Dat we die manier gaan doen. Sowieso nog dat andere gewone heavy armor leggen. Dan hier die weight reduction op doen. Die heeft al een bonus en cumbrance ook nog. Deze aandoen. Ja, maar 16% weight. En dan hebben we evengoed nog 375 armor. Dus als we dan een dungeon ingaan of die storm ingaan, dan doe ik mijn dikke armor aan. En anders kunnen we deze gewoon aandoen. Gatheren en noem maar op. Ja. Vind ik een goed idee. Wel staal ik kijken voor. Appa wat gewoon oud doet. Dus. Vijf en een brand. Een tank dan is mijn basic attacks geven kosten minder stamina, haal ik dan. Dus moet ik hier eigenlijk nog een paar puntjes in doen, dat ik net het vierde raak. En we hebben alleen geen, geen vlees nodig, jongen. En dat geloof ik wel. Snap ik. Snap ik. Damage doet mijn kopesh 36, dus ik moet sowieso een wapen hebben wat meer dan 36 damage doet, anders is het geen zin. Of we moeten heel snel slaan net zoals daggers. Zo'n pike is misschien wel interessant. Longsword.
Ancient Pike al gelokt. Damage doen die daggers eigenlijk. 41. Oh wacht, moet ik wel de gewone daggers kijken eigenlijk. 29. Oh, wacht. Kan het doen. Star metal. Ash. Oh, die kunnen we ook nog upgraden. Wacht. Dan ga ik even met hier en even kijken. Upgraden. Ik wist het niet eens. Dat ben de laatste stap op. Kan upgraden. Iron bars. Ja. Oh. Right. Maakbaar. Oh, die is hallowed. Want damage 8, armor punt 0. Oh, ik kan even checken wat die andere is. Die telt wel als doel. Oké. Efficient. Oh. Ingenomen. Oeps. Dat helpt ook als je die efficiëntie opgooit. Blijven ze wel redelijk zwaar, maar ja, heb die toch niet constant bij me. Eigenlijk levelen, kijken welk wapen ik eventueel wil gaan gebruiken. Jij had daggers, Alt? Wat heb jij nu?
En ik denk dat ik voor nu deze even vlug craft. Nou, dan hou ik gewoon die Kopesh en Shield voorlopig even. Ik denk dat ik even voor mijn gathering set een pike pak. Aangezien ik die toch unlocked heb en die kost geen gold. Net zoveel damage als mijn Kopesh. Farmkitje, denk ik zelfs. Nou, weight reduction op pickaxe. Hier in het. Plim. Hoe kunnen we dat dan niet afhalen? Ah. Mensen zijn helemaal op feit. Oké, dat gaat niet. Never mind dan. Dan wacht ik wel tot ik de nieuwe dingen heb. Pickaxe. Ik heb nog niet gezien waar we die star metal oor van krijgen. Is het in mijn geval niet erg, want het is een farm setje wat ik nu aan heb natuurlijk. Maar laat ik eerlijk zijn, de meeste mobs die sterven zo vlug, dat heeft eigenlijk geen zin om een shield bij te hebben. Dus hier in de buitenwereld. Waarschijnlijk in de storm is een ander verhaal. Klopt, ben ik met je eens. We hebben gewoon de pickaxe en dan hebben we in principe de start pickaxe, geloof ik. Of je moet apart een losse steel, een losse pickaxe en een losse hatchet pakken. Dat kan wel. Die zijn er wel. Maar dan heb je twee tools in plaats van één. Dat is de keuze die je daar dan in hebt.
Zo. Nou, dat bord kan mooi laten staan en. Kun jij op dat bord gewoon typen als er niks op staat trouwens, Alt? Ben je nou niet op basis te. Ah, perfect. Wacht, dan pak ik het even op. Wacht bij deze niet. Nou, wacht, dan zetten we hem hier langs de deur wel neer. Lijkt me slimmer. Dat hij niet midden in het gebouw. Dat is goed om te weten. Dan kunnen we daar altijd een berichtje naar de ander achterlaten, om het zo maar te zeggen. Dan check dit of dit hebben we nodig of wat dan ook. Kan ik op deze. Eigen crafting stations. Dan ga ik in ieder geval daaraan werken om daar een voorraadje van te maken. Mezelf.
Stream uitgooien voor vandaag. Het is toch weer bijna 10:30. Even een serietje kijken en dan op tijd bellen. Serie afgelopen is. Dat vind ik een goed idee.